Kent hem niet, de Heilig Bloedprocessie. Binnenkort gaat hier een eigentijdse film over in première in Boxtel. En hoe word je wijzer ouder in Boxtel? Daar weten ze wel meer van wow. Welkom bij Dommeland Live. Ja, voor iedereen die me ziet lachen, er hangt hier een uitstekende sfeer. We hebben hele leuke gasten en hele mooie onderwerpen. Aan tafel voor de film Bloedverwanten. Hij klinkt al spannend. Maarten Melis, Adrie van Os en Arwen Hooijmans. Van harte welkom. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie er zijn. Het heeft alles te maken met de Heilig Bloedprocessie. Nou, die is al stokoud, eeuwenoud. Maar jullie film heeft een heel eigentijds karakter. Even kort, Heilig Bloedprocessie, ik zei al, je kent hem niet. In 1380 was er een pater... Eligius van de Aken. En die was op het altaar, er viel een beker wijn om. Er was witte wijn en later bleken daar rode vlekken in te zitten. Die ook nog leken op het gezicht van Jezus, is mij ooit verteld. Dat laatste, dat weet ik niet. Maar wel dat er rode vlekken in zaten. Ah, oké. Okay. Dat zou echt een wonder zijn. Ja. Oh, nieuw Boksels wonder. Hij heeft geprobeerd ze eruit te wassen in de dommel. Ja. En dat is niet gelukt. Dus die vlekken zijn erin gebleven. En dat was wel heel bijzonder eigenlijk. Dat was heel bijzonder. Ja. Nou, dat is in het kort zeg maar waarom hier heel vroeger... er kwamen heel veel pelgrims naar Boxtel. Want die wilden dat wonder aanschouwen. Maar nu, het is een nieuwe tijd, 2024, is iets heel anders dan 1380. Een film, Bloedverwanten. Adrie, wat was de reden om een film te maken? Want even voor de duidelijkheid, jij bent van de Heilig Bloedstichting. Ja, wij organiseren jaarlijks de bloedprocessie. En dat doen we al heel lang. De stichting die werkt vanaf 1949. En daarvoor werd het al gedaan vanaf 1924, want... In 1924 kwam een bloeddoek terug uit België. Mm-hmm. En toen is hier de processie weer gestart. Ja. In de tijd na de 80-jarige oorlog tot 1924 hebben we geen processie gehad. Want vanwege het doek die was. Ja. Omdat we hier een protestantse samenleving hadden gekregen. Ja. Ja. Maar jouw vraag, waarom? Nou, wij hebben, en het is ook wel een beetje versterkt door corona. We hebben 2 jaar niet kunnen trekken door corona. Ja. En dan merk je dat de aandacht verslapt. En met trekken bedoel je de processie. Ja, voor alle duidelijkheid. Ja. En toen hebben we als bestuur gesproken zo van... Ja, als wij niks doen... Niet lachen. Sorry, Adrie. Als wij niks doen, dan wordt het elk jaar minder. En om in de terminologie te blijven, dan bloeden we dood. Ja. Nee, maar dat is ook zo. Willen we dat? En toen heb ik gezegd, nee, ja. En ik heb ook gezegd, ik ben er net bij. En dit lijkt me niet de manier om hier ons werk te doen. We moeten iets verzinnen. Ja. Wat kunnen we nou doen om jongere generaties geïnteresseerd te krijgen in de bloedprocessie? En ook in de discussie hoe we die dan zouden kunnen veranderen in de toekomst. Zodat iedereen van jongere generaties daar ook interesse in houden. Mm-hmm. Want het is... Hoe belangrijk vind je het? Ik vind het zelf heel belangrijk, want het is een van de markantste onderdelen van onze geschiedenis. Ja. Van de Boxtelse geschiedenis. Mm-hmm. Maar het evenement is ook een cultureel manifestatie, zou je kunnen zeggen. En daarnaast, en dat vind ik misschien nog wel het belangrijkste, het is een sociale gebeurtenis. Ja, dat zeker. Er zijn bijna 500 vrijwilligers die moeite doen... om op dat ene moment allemaal klaar te staan. Dus die moeten oefenen voor bepaalde rollen. Die moeten de kleding in orde maken. Nou, er moet heel veel gebeuren. En dat geeft een enorme band tussen heel veel mensen. Klopt. Ja. Maar oké, dan is er na werkgroepen, neem ik aan, overleggen, discussies, gesprekken... Ja. is er uitgekomen, we gaan een film maken. Ja. En dan? En dan. En dan ga je zoeken naar mensen. Want kunnen wij dat wel? En dan loop je... Zomaar tegen Maarten aan. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk niet zomaar, Maarten. Want Boxtel kent ook jou en jou binnenkort ook. Ja, ook overal de vlaggen uit. Ja.
Jij hebt natuurlijk zelf ook jij loopt zelf ook al jaren mee in de Heilig Bloedprocessie. Ze zijn bij jou uitgekomen, film. Ik vind het een logische stap. Ja. Hoe ben jij te werk gegaan? Want er moet een verhaal komen, neem ik aan. Ja, je zegt al, ik loop al jaren mee en ik het verhaal en de hele cultuur erachter, die gaat mij ook aan het hart. Ik ben echt een bokselaar natuurlijk, maar ik ben echt een verhalenverteller. Mm-hmm. En toen mij werd gevraagd om te zeggen, ja, er is natuurlijk een verhaal aanwezig in het hele wonder, het hele proces wat daar uiteindelijk veel mensen op af zijn gekomen. En we hebben gedacht aan muziek, we hebben gedacht aan theater, we hebben gedacht aan de musical zelfs. Mm-hmm. En het totaaltheater, dingen door elkaar en dat soort dingen. Maar uiteindelijk was het toch wel heel ingewikkeld om het een vorm te geven. En toen zag ik de film De Da Vinci Code. Oh, ja. En was ik aan het kijken en toen dacht ik, misschien zou het zo kunnen zijn dat we een zoektocht gaan beleven met drie hoofdrolspelers die op zoek gaan naar het wonder, het geheim achter het wonder van Eligius. En dat is het idee erachter, dat er dus vanuit Eligius in 1380 eigenlijk een boodschap is achtergelaten die eigenlijk de drie hoofdrolspelers gaan vinden en daardoor meer inzicht krijgen in het wonder of wat dat ook mag zijn. En dat laat ook een beetje in het midden natuurlijk. Ja, tuurlijk. En jullie hebben, jij hebt het scenario, het script geschreven. Even kijken, volgens mij had jij ook nog een scenario schrijver erbij? Ja, het is zo dat Jeroen Magri. Ja, dat is ook een bokselaar. Jong iemand die. Ja, kijk, ik ben natuurlijk iets ouder. Tenminste, ik loop al lang mee. Wij wilden ook een jeugdfilm maken. Mm-hmm. En het is ook wel heel erg leuk als je filmmaker bent of theatermaker. Dat als je iets voor jongeren maakt, dan ga je heel anders. Heb ik beseft, tenminste dat besefte ik mezelf, we moeten anders gaan kijken. En toen hebben we een jongere schrijver en wij hebben samen eigenlijk een soort een treatment, noem je dat. Wat je gaat doen is, waar kan het over gaan? Want ik heb wel gezegd, dit is mijn idee, mm-hmm. Wat zouden we kunnen gebruiken? Dus hoe gaan wij een jongere laten zien hoe dat oude verhaal leesbaar wordt? Yeah. Dus begrijpelijk wordt. En hoe ga je dat vertellen? En zeker tegen de achtergrond van deze tijd natuurlijk. Zeker, ja. Ja. Daar is dus een heel mooi, ik noem het gewoon script. Laat het ouderwets zijn, maakt niet uit. Ik noem het gewoon script. En dan moet je op zoek gaan naar de cast. Ja, nou, dat was echt een prachtig proces. Vertel. Want ik heb samen met mijn producent Tanja van Abele en Kim van Zandbeek, dus mijn regieassistent, dat is eigenlijk heel stoer om te zeggen. Ja, leuk hè. Ze zitten ook hier allebei. Hè? Ja, ja leuk. En wij hebben echt gewoon een auditie gehouden. En hoeveel mensen kwamen er op af? 20 of zoiets hè? 23 jaar. Ja, en eigenlijk, ik zou echt zeggen, wij hebben spelers gevonden waar we achteraf wel eens dachten, hoe kunnen wij toch die spelers eruit hebben gepikt? Want dat was was natuurlijk veel keuze, maar dit zijn echt de drie mensen die eruit zijn gerold en wij hebben helemaal geen ervaring in casting. Om te zeggen van, die wordt het, en we hebben natuurlijk wel speloefeningen gehouden en zo. En het is echt wonderbaarlijk. Dat is echt een wonder dat wij echt naarmate we zijn gaan werken, dachten we van, nou, het past precies in de rol. Mooi, hoor. Ja. En dat was echt heel erg fijn om te zien. Ja. Dan hebben jullie, heb ik begrepen, drie jonge hoofdrolspeelsters. Armin, jij bent er één van. Jij zit aan tafel. De andere twee zitten achter mij. Noem jij even allebei hun namen nog even. Fenna Dijkhuizen. Fenna. En Senne. Ja. Sorry. Bullens. Ja, super. Wel. Ja, die namen gebruik je overdag ook helemaal niet. We mogen ook elkaar met de voornaam noemen. Ja, daarom. Maakt niet uit. Ja. Maar jij bent dus ook gecast. Zeker. Maar hoe ging dat bij jou? Hoe kreeg jij te horen dat ze spelers zochten? Heb je dat gelezen of ben je gevraagd? Of? Nou, op school hingen er heel veel posters van bloedverwanten. Heb jij ooit al in een film willen spelen? Oh. Is hier een QR-code, weet je wel? En dan is er van, oeh, ja, weet je wel? En toen is er van, oh, en dat wil ik eigenlijk wel, weet je wel? En op een gegeven moment werd er ook een e-mail, zeg maar, van alle leerlingen gestuurd. Ja, oh, zo, aan alle leerlingen gestuurd van, Tanja van Abele zoekt spelers voor de film Bloedverwanten. En ze van, oh, dat wil ik. En toen ging ik aanmelden. En toen kwam er een auditie. En, had je al eerder auditie gedaan, ooit? Ja, dat wel. Oké, zo. Yo. Nou, dat was ook één keer voor een film. Oh.
En ook andere keren voor musical, toen ik bij een musicalvereniging zat. Wauw. En bij de auditie zelf, ja, het was heel erg emoties spelen. En bijvoorbeeld, ik weet niet meer zo goed hoe het ging eigenlijk. Nou, ik weet nog wel dat wij een scène hebben in de film waarin Loy, die hij speelt, boos wordt. En er zijn allerlei redenen waarom Loy eigenlijk een vriendin is die, daar zit iets met, die heeft iets, er is thuis iets, weet je wel. En die is heel snel ontvlambaar, heeft wel een bepaalde leuke humor. Dus maar jouw filmnaam is Loy? Loy, ja. Ja, oké. Okay. En ik heb haar die rol laten spelen en dus knalde er meteen uit. Het was echt die emotie, denk ik, ja, dat is wat ik zoek. Ja. En, bizar hoe die dingen dan op zijn plek kunnen vallen. Hè? Ja. Ik heb zelf altijd een beetje het idee dat wat je dan zeg maar ermee uitstraalt, dat je dan ook juist die mensen bereikt. Ja, die daarbij passen of zo. Ja, maar dat is echt wonderbaarlijk, vind ik. Dat, want je kunt ook een andere kiezen en dan denk ik, weet je wel, ja, dat is heel fijn. Heel Hoe fijn. Was het voor jou, Armin, de eerste keer in een film? Is het moeilijk? Ja, op het begin vooral. Zeg maar, je weet zeg maar ook, we hebben wel gerepeteerd, vooral ook op het begin. En Fenna kende ik al een beetje, maar Senne nog niet. En toen was het er gewoon een beetje zoeken van, het is ook heel erg, als je comfortabel met mensen bent, dan kan je er ook veel comfortabeler mee spelen. En Fenna en Senne zijn lieve schatten en, en het was heel fijn om met hun te acteren, dus dan gaat het ook veel beter en veel fijner. Ja, ja, je moet je toch vertrouwd voelen eerst, hè? Dat, maar ik kan helemaal indenken dat dat met de groep die hier zit en met jullie dat dat ook zo is. Ik ga nog heel even terug, want ik wilde toch nog even laten zien thuis. Want niet iedereen weet dat. Ik ben daar dan wel mee opgegroeid. Maar ik wilde even laten zien dat vroeger in Boksel de rijen dik aan de straat stonden. En dat heel vroeger de bedevaartplek Boksel, dat dat gewoon tienduizenden mensen naar ons dorp brachten. Ja. We hebben er foto's van. Als het goed is, kunnen we daar heel even naar kijken. Moet eens kijken. Ja. Ja, en dat is dan, dit was in het processiepark. Ja. En we hebben er nog meer hoor. Ik geloof dat in de hoogtijd daar... Kijk eens hier, de paarse bruidjes. Ja. Heb ik ook ooit gelopen. Ja. En weet je wat ik zo leuk vind? Die alle straten waren versierd, hè? Ja. Ja. Maar dan praat je echt over andere tijden. Rijen dik. En dan willen we eigenlijk weer terug hebben. Dit is vroeger... Kijk, Duinendaal. Dat is het processiepark. Bij Duinendaal. Ja, weet ik nog goed. Niet dit, maar... Ja, het park. Ja. Is echt ongeveer. 40.000 mensen kwamen er in de hoogtijd aan. Ja. Echt. 14.000 is veel hoor. Ja. Volgens een klein dorpje. Dat is de reden waarom Boksel ook relatief zo groot is binnen dit deel van Brabant. En waarom we ook zo'n grote kerk hebben. Het komt daardoor. Mm-hmm. En daarom is ook de kerk nu een basiliek geworden. Ja, ja, ja. Dat is allemaal vanwege de bloedprocessie. Dus het is eigenlijk een hele belangrijke factor geweest. Wij zijn allemaal eigenlijk in de historie van Boksel. Ja. Ja. In een eigen tijdsjasje. Ja, ik vind dat het toch echt al tijd wordt. Wij mogen namelijk... Daar ben ik heel blij om een heel klein stukje laten zien. Een teaser uit de film Bloedverwanten. Ja, applaus. Hij staat. Ja, jongen. Ik zie allemaal glinsterende ogen. Ja. Beetje blij. Ja. Ja. Hebben jullie al veel gezien met spelers? Stukjes? Ja, ik ben meteen gaan monteren. Dus ik heb regelmatig, als we nu scène gingen, dan kon ik een stukje laten zien. Oh, leuk. Ja, gewoon elke filmdag. Zo van Marten, ik heb dit stukje al met elkaar gemaakt. Kom eens kijken. Leuk is dat, hè? En dat is ook heel fijn voor de spirit dat je ziet als ik speel en ik word opgenomen. En wat gebeurt ermee? Ja, je ziet het terug en het werkt. Ja, dan gaat het goed. Hartstikke mooi. De film, want het is natuurlijk een prachtig Boksels product, gaat binnenkort
in première. En Arwen, we mogen niet oproepen tot ga allemaal, maar gaan jullie over de rode loper? Zeker. Allemaal. En we hebben een dresscode. Iedereen moet in rood. Dat is, Jullie hebben een dresscode? Ja, zeker. Oh, dat is wat bijzonder. Ja. Oh, hartstikke leuk. Nou, ik wens jullie enorm veel succes met de film en de vertoningen. Er zijn meerdere speeldagen, heb ik begrepen. Ja. En nou, wie weet, ik hoop voor jullie dat heel Boxtel gaat kijken. En dank je wel dat jullie hier waren. Graag gedaan. Dank je wel. Afgelopen november lanceerde de gemeente Boxtel de bewustwordingscampagne Wijzig Ouder Worden. Aan tafel een nieuw onderwerp dus en nieuwe gasten. Wethouder Wim van der Zanden, Kim van Stippend en Hans Sluiters. Van harte welkom allemaal hier in Dommeland Live. Ja, dat mag. De samenleving vergrijst natuurlijk enorm. Landelijk zien we het, maar natuurlijk ook in de eigen straten en lokaal. Vandaar een campagne. Wauw, mogen we zeggen. Kim, ik begin toch even bij Kim. Wat houdt de campagne in? Nou, de campagne houdt in dat we dus inderdaad landelijk zien dat de vergrijzing een enorme impact heeft ook op de zorg. Geld, handen in de zorg. En ja, dat we met elkaar op een wijze manier na mogen denken hoe dat we deze gemeenschappelijke uitdaging met elkaar aangaan. Landelijk is daar natuurlijk aandacht voor, maar vanuit de gemeente Boxtel hebben we gemeend, ja, hoe kunnen we dat nu meer lokaal aanpakken met elkaar? Vandaar dus het initiatief Wijzig Ouder Worden. Mm-hmm. Waarbij we initiatieven met elkaar gaan ontplooien, maar vooral ook de boodschap over willen brengen op allerlei facetten. Ja. Die dus te maken hebben met, ja, hoe word je nu wijzer ouder? Maar ook op wonen, op welzijn, meer ook naar elkaar omkijken. Mantelzorg, ja, heb je daar zelf al over nagedacht? Heb je ouders? Daar kan ik helemaal los over gaan. Maar dit is het even in het, in het kort. Ja, dat snap ik. Wim, over jou staat op de website van WOW, want je schrijft W-O-W-W, hè? We zeggen wauw, vind ik ook wel mooi om te onthouden. Heb ik een stukje van een filmpje gezien waarin jij ook een boodschap deelt met onze inwoners. Ja. Als het goed is, kunnen we daar nu naar kijken. Sommige mensen hebben nog de verwachting dat straks de zorg op lange termijn ook nog gegarandeerd is. En dat is een illusie. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Het is niet betaalbaar. En het tweede is, we hebben onvoldoende handjes om iedereen de juiste zorg te bieden. Dus er zal meer van onze zelfredzaamheid gevraagd worden. En dan kun je er beter op tijd over nadenken dan er straks, als je 70 bent, mee geconfronteerd worden. Wij gaan er natuurlijk allemaal als mensen vanuit dat we gezond, vrolijk 100 worden. Bijna goed. Maar er zit er niet voor iedereen in. Nee, hè? En heel veel mensen gaan er nog vanuit. Ja. Ik heb er altijd voor betaald, dus straks wordt er voor mij gezorgd. Dat gaat niet gebeuren. En wat kun je nu zelf al doen? Dus echt als individu regie pakken op je toekomst. Ja. En dan kun je meer feitelijk al over na gaan denken. Kan een aanpassing van een huis zitten? Wat kan ik eventueel doen voor mijn omgeving? Mm-hmm. Nabuurschap creëren. En we merken gewoon, en dat is ook geen denk wat Kim ook ophaalt uit de samenleving, zoveel goede verhalen, betrokken inwoners die wat ze zelf ervaren hebben, willen doorleren en eigenlijk gewoon willen kenbaar maken, zodat anderen er voordelen van hebben. Ja, want rolt eigenlijk vanzelf. Ja, want Kim, jij haalt verhalen op, hoorde ik Wim zeggen. Jij gaat voor deze campagne vanuit voor de gemeente Boxtel. Ja. Ga jij dit vorm handen en voeten geven? Ja, nou, we hebben een eerste start natuurlijk met elkaar gemaakt. Waarbij Hans ook vanaf het begin af aan eigenlijk betrokken is. Ook zijn visie op, ja, wat kun je nu al doen? Zo hebben we een aantal mooie Boxtelse mensen hiervoor kunnen vangen die vanuit hun eigen ervaring eigenlijk een inspirerend verhaal hebben om zo ook anderen te inspireren, dus op verschillende thema's dus na te denken over hun eigen toekomst. Mm-hmm. Dus heel proactief. Ja. Dat nu vast een keer gezien hebt of vast een keer gehoord hebt. En als een ander het vertelt of een medebokstelnaar vanuit een stukje storytelling komt daar heel anders over als dat in één keer iets overkomt. Mm-hmm.
en dat is heel reactief. Ja. En dat je dan dus in bepaalde situaties terechtkomt en je vaak door de bomen het bos niet ziet. Dus we proberen ook echt wel zaadjes te planten al vooraf door eigenlijk mooie Bokselse mensen aan het woord te laten en hun ervaring te delen. En dan vanuit die verhalen, daar zit eigenlijk dan ook weer doorlinks naar eigenlijk alle mooie initiatieven die we dus in Boksel hebben. Ja. En daardoor ben ik heel veel op pad. En dan vertelde ik net ook, overal waar ik kom, hebben mensen een verhaal. Ja. Iedereen heeft een verhaal. Ja. En ik probeerde de meest impactvolle waarvan ik denk, daar hebben onze mede-Bokselnaren veel aan. Die proberen we te vangen, een gezicht te geven. En op die manier op de website, middels posters, podcast, video's, in onze social media, maar ook live events die we gaan organiseren, proberen we eigenlijk dus die boodschap te verspreiden. Ik heb ook begrepen, het is natuurlijk in november gelanceerd. Zoiets gaat dus letterlijk ook groeien. Ja. Want jij pikt verhalen op, kan ik me nu indenken. En ook dat bestand gaat groeien van ervaringsverhalen van mensen. Als mensen op dit moment al, want het is nu alleen op de website denk ik, hè? Ja, je kunt het maar weten natuurlijk. Want hoe doen jullie dat met mensen die al wat ouder zijn? Die zie ik nog niet zo snel op een tabletje en een pc zitten. Nee, we hebben natuurlijk heel veel mooie initiatieven. En dat zijn vaak ook wel echt de fysiekere samenkomsten binnen Bokstel. Okay. Waar dus de oudere medemens op afkomt. Waarin we dus ook de boodschap verspreiden. We spreken eigenlijk al de 45-plusser aan. Ja. Want ik mag ook voor mijn ouders zorgen in de toekomst. Dus het is niet alleen de 70- of 80-jarige. Ja. Tuurlijk, die moeten we ook betrekken. Maar willen we echt die gap richting de toekomst dichten met elkaar, dan is een stuk bewustwording van de 40-50-plusser ook al heel erg belangrijk. Mm-hmm. Dus door verschillende middelen, on- en offline, proberen we een zo groot mogelijk bereik. Maar ik sta ook op een vrijdagochtend met Wim op de markt te flyeren en de boodschap te verkondigen. Ja, dus het is heel divers en het doel is wel echt dat het een gedragen iets gaat worden van meer Bokselnaren. Want wij kunnen niet alles ook alleen. Dus we proberen ook echt wel ambassadeurs aan te trekken die ook iets goeds willen doen of de boodschap over willen brengen. En Hans, jij bent daar één van, hè? Vanaf minuut nul heb ik begrepen. Zo is het, denk ik, ja. Jij bent natuurlijk ook bekend als fysio in Boksel. Jij hebt dus een berg ervaring wat jij zoal tegenkomt in de praktijk. En dat is een stukje van mijn boodschap. Ik wil eigenlijk prediken van mensen zetten een zachte landing in. Ja. En zegt de landing is van, een harde landing is, ik heb een leuk huis, ik woon hier mooi, ik breek mijn heup, boom, noodlanding. En dan denken mensen, ik ga naar het verpleeghuis. Zou kunnen, maar misschien moet je wel naar Veghel. En misschien moet je wel naar Kerkdriel, want er is nog een plekje. Ja. En dan heeft de partner geen rijbewijs. En dan is lijden in last. En als je die dingen al bewust wordt, dan kun je wel kijken, woon ik hier nog oké? Okay? Moet ik al aanpassingen? Moet ik me bewust zijn? Dat is de zachte landing inzetten. Ja. En daar wil ik eigenlijk voor staan van, zorg dat je fysiek, dat is dan mijn ding, zorg dat je sterk bent, dat je in conditie blijft. Je wordt kwetsbaar, er komt niks bij, gaat alleen maar iets af. Ellende komt erbij, maar welzijn, daar moet je voor zorgen. Ja. Ik heb natuurlijk ook ervaring in de praktijk, wij allemaal. Ik denk als ik hier achter kijk, overal, hè. Ik heb ook wel een beetje het idee van, we willen ook allemaal, dit gaat heel raar klinken, maar ik bedoel het heel goed, echt stokoud worden. Nou, het aparte is, iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn. Ja. Dat is vaak het issue. Ja. En waar wij proberen, is dat mensen ook nog fijn oud kunnen zijn. Ja. En dan kun je zelf op tijd over nadenken, wat kan ik zelf aan mijn omgeving doen, hoe zorg ik dat ik een sociaal netwerk heb. Want uiteindelijk, dat wordt steeds belangrijker als de zorg niet meer vanzelfsprekend is, dat je investeert ook in een netwerk. Dus ga op tijd bij een biljartclub of bij een bridgeclub en zorg dat je contact hebt. Zodat je niet verpietert in je huis. Ja. En wat Hans aangeeft, ook heel belangrijk en ook voor een gemeente heel belangrijk. Kijk waar verwoningen je hebt.
begin vast op tijd om te zorgen dat je de slaapkamer en de bad en douche begane grond hebt. Er zijn heel veel van die kleine dingen waar je woongenot, als je 70 bent, fijn van is. Maar ook als je 50 bent, is het ook wel makkelijk als het allemaal begane grond is. Ja, aan de andere kant denk ik dan, maar dan ga ik heel eigenwijs zijn. Lekker blijven lopen op die trap. Bijna goed. Ja. Bijna goed. Ja. Ja, even als voorbeeld. Wim zegt van wat je zelf kunt doen, maar soms moet je iets laten. En een voorbeeld was een oude man. Zijn dochter komt thuis en hij staat op een trap net een lampje in te draaien. Ja. En dan zegt zijn dochter, waarom vraag je mij niet? Ja, ik wil jullie niet tot last zijn. Ja, dat... En zij zei, als je van de trap blazert, dan ben je ons tot last. Ja. Dat lampje draaien is 2 minuten. Dat is niet last. Ja. En dat je ook bewust zijn van je, ook je oudere kwetsbaarheid, dat niet alles meer kan zoals je dacht, ik doe het even. Ja, want ja, als er iets gebeurt, ben je tot last. Nou, dat is wel heel mooi. Het omdenken van het hele gebeuren. Ja. Dat is wel heel goed om dat duidelijk te maken, ja. En wat ik ook leuk vind, en dan moet de gemeente Boks een pluim geven. We hebben een programma Powerful Aging. En dat gaat niet dat ik dat wil doen, maar ik wil het bewust maken. Er zijn mensen die een vraag krijgen, hebben van gemeente, WMO, ik moet een scootmobiel. Ja. Ik wil een traplift. En de gemeente, als overheid moet je dat gaan leveren. En dan hebben we het omgedraaid. Van joh, wil je nou een traplift of wil je naar boven kunnen? Dat zijn 2 verschillende dingen. Ja. Want anders kun je thuis naar boven, maar bij je kinderen niet, bij het station niet. Hè. En die mensen krijgen dan een zeer intensief programma van 2 jaar. En welzijn voor de gemeente. En die mensen krijgen weer de regie. Ze voelen zichzelf weer stevig worden, sterk, niet meer bang. Ze kunnen opstaan, ze zijn niet meer bang te vallen. Er is zo'n groot welzijn. En ja, het mes snijdt aan 2 kanten. De gemeente faciliteert, maar daar komt er ook minder vraag op de WMO. Maar het welzijn voor de mensen is groot. Ja. Dus eigenlijk wat ik beluister en wat eigenlijk ja, wel logisch klinkt. Wij moeten dus veel eerder, is jullie boodschap, hè, is de boodschap naar iedereen. Veel eerder naar de toekomst gaan kijken. Voorbereid zijn op wat er weer op je pad komt. Want zorg is gewoon niet meer gegarandeerd. Het is vooral een bewustwordingscampagne. En als wij het voor elkaar krijgen, dat mensen op een feestje is er over met elkaar over hebben van goh, wat ik nou toch gehoord heb. Ja. En die heeft daar zo opgelost. Goh, dan kan ik misschien ook wel een stapje in zetten. Ja. Dan is ons doel al echt geslaagd. Ja. En bijvoorbeeld wat vaak ziet, we hebben onze mantelzorgers nodig. Mm-hmm. Maar bijna alle mantelzorgers gaan zo lang door dat ze er zelf doorheen zakken. En door het bewustzijn van, joh, als je dat voelt, roep nu hulp in. Kan dat? Want hebben we een mantelzorgnetwerk? Er is Contour de Twerren, die hebben een netwerk van... Maar dan moet je er wel naartoe gaan. Ja, maar dat vroeg ik me af. Hebben we een soort mantelzorg? Mantelzorg ja. Is, oh, ja? Is ja, bij Contour er is een mantelzorgdag. Er is, maar, ja, dat wacht. Weet ik. Maar kunnen we al uit een voorraad plukken om het helder... Nee. We kunnen uit de voorraad plukken, alleen gezien onze vergrijzing wordt die voorraad steeds kleiner. Ja, dus je moet eigenlijk steeds jonger werven. Dus ja, heb je steeds meer mensen nodig. En dat is ook natuurlijk, als je naar de toekomst toe kijkt, wel een grote uitdaging. Want ik praat niet van een probleem. Maar dat we steeds minder mantelzorgers hebben op een steeds groter wordende groep inwoners die het Rijk nodig hebben. En je moet ze niet uitputten. Nee. Ze putten zichzelf uit. En dat moet ook bewust zijn. Het is heel moeilijk om de grenzen aan te geven. Ja, maar, je voelt ze wel, maar er zitten schuldgevoelens, pleegbesef. Partners van een dementerende partner, die gaan maar door, gaan maar door. En ze worden daar zelfs de persoon. Ja. Dus het gaat om het verspreiden van de boodschap, begrijp ik, Kim. Denk nu na over... wat heb ik... Ja, be prepared. Ja. En ik denk, vanuit een persoonlijk verhaal... Mijn vader heeft vorig jaar een hartstilstand gekregen en gelukkig is hij daar uitgekomen en nog een vrouw die fit is om voor hem te zorgen. Alleen nu zijn wij wel aan het nadenken van ja, stel dat er iets met mijn moeder gebeurt en natuurlijk hè, met hulp van ons nu nog, want wij zijn met 3 dochters, maar wat ook dus als je geen kinderen hebt, dan is dus een sociaal netwerk heel erg belangrijk. Ja. Maar ook eigenlijk door deze campagne zelf, waar ik ook onderdeel van ben, ben ik zelf ook na gaan denken. Ja. En dan met mijn ouders nu aan het kijken van oké, stel mijn moeder die kan dadelijk niet meer voor mijn vader zorgen. Jullie zijn wel hulpafhankelijk. Waar zou je willen wonen? Waar kun je wonen? Wat zijn mogelijkheden? Want een verzorgingstehuis, ja, ik heb zoveel verhalen gehoord van dat de man of de vrouw inderdaad naar Kerkdriel moet. De ander achterblijft zonder... iedereen kent die verhalen. Zonder dit had ik daar nu met mijn zussen en mijn ouders
niet zo over nagedacht. Ja. Dus voor mij persoonlijk wijs. Is het al een enorme winst. En ik merk het ook in mijn vriendengroep, doordat ik hiermee bezig ben, dat zei, ja, dat gesprek met mijn vader zat altijd een beetje onder tafel. Mm-hmm. Maar het heeft me wel aan het denken gezet. En we hebben het nu toch eens, want het is een lastig gesprek, maar toch eens bespreekbaar gemaakt. En daar zie ik al echt, als succes in een klein cirkeltje rondom me heen al. En ik hoop dat die cirkel veel groter gaat worden. Waar kunnen mensen nu al terecht om informatie te zoeken? De website? Ja, dus wauw. Dus die zien we hieronder zometeen. Ja, heel mooi. En dan hebben we ook nog een... vanuit daar kom je ook op ons podcast kanaal Spotify. Op YouTube waar we video's delen. Maar ook onze social media kanalen. Facebook, Instagram. En op de website van Wauw zelf... ook een activiteitenkalender waar we ook onze events die we gaan organiseren, waarbij we eigenlijk alle mooie initiatieven die er in Boksel zijn proberen de krachten te bundelen, kun je daar dadelijk ook op vinden. Ja, en dan zou ik zeggen, zeg het voort. Ja. Hè, want dat is wel de boodschap. Ik dank jullie enorm voor deze bijdrage. Voor mij is het ook een nieuwe blik. Ik hoop voor heel veel mensen thuis ook. Ik dank al mijn gasten van Bloedverwanten, het publiek en u thuis voor het kijken. Tot de volgende. APPLAUS